Peter heeft een kasteel op de kop getikt. Pietsie uitgewoond, maar de vorige bewoners hebben lol gehad. Oh, die patels die stout waren, die werden hier opgesloten. Zie je, daar liggen er dekens in. Zou hier dan ook nog geesten zwerven zo? Misschien Bianca anders een keer op laten kijken hier. Nicole wordt door stiefzoon Ruud geholpen met de kwetsbare kerstversiering. Hier. Ruud! Er zijn glazen kerstballen. Oh ja. Oh ja. En Mark moet voor straf op stap met zijn boze stiefmoeder. En dat verloopt precies zoals je verwacht. Eén ding staat me niet aan. Stap tempo. Nou, ik zou kijken naar de prijs, maar ik pak mee weer het duurste eruit. Ik snap wel dat de pap zegt dat jij goed voor de economie bent. We zullen het er toch een keer over moeten hebben. De overval. Heeft die knul eindelijk iemand 's nachts over de vloer? Blijken het criminelen te zijn. Een overval met een hoop geweld, Mark flink mishandeld, narigheid en als aanstormende BN'er ontsnap je niet aan de nodige media-aandacht. We beginnen met de familie Gillis, want de zoon van Peter Gillis, Mark, die is vannacht bruut overvallen. Ik kan alleen bevestigen dat het om Mark gaat, jammer genoeg. Het gaat echt niet goed met hem. Ze hebben hem behoorlijk te pakken gehad afgelopen nacht. En hij zegt, ik ga in verband met het onderzoek ook niet zeggen hoe het dan precies met hem gaat en wat hij heeft. Hoe is het? Oh. Kijk, werk gaat door, hè, dus... Gilles net als nee niet zo gauw wonder kregen, hè? Nee, maar ja, het is niet anders, dus... Zonnebril ik ophouden vandaag? Nou, dat lijkt me wel beter, hè. Ja, dat is misschien wel mooier als je die ophoudt. Als je mijn vrouw tegen kan, dan... Kijk, dan is het altijd beter. Ja. Ik stel voor dat we gewoon een aantal willekeurige akko's even afgaan, Mark. Nou, we gaan gewoon beginnen bij nummer 1 en dan gaan we er een 100 afmaken. Frans, we gaan aan de gang. Ja. Als het op aanschuiven, jongen. Er moet een hoop gebeuren aan Peters kasteel en hij heeft allerlei specialisten ingehuurd die er verstand van zeggen te hebben. Tuinarchitect Fons heeft het ontwerp van de kasteeltuin voor zijn rekening genomen. Goedemiddag. Goedemiddag. Theo had toch bij een auto gedaan, jongen. Ja. Kom verder. Hier is lekker warm. Dat is fijn. Ik heb nog een worstenbroodje, Nicole een worstbroodje. Ja, dan zijn jullie wel. Ja, Nicole wil de worst wel. Lekker. Nee, zijn heel lekker. We hebben natuurlijk ook ons best gedaan om de eerste plant te kunnen presenteren. En ik hoop dat we jullie kunnen verrassen met... We zijn benieuwd. Nou, laten we beginnen bij het kasteel. Je kunt door die ramen niet naar buiten kijken. Vandaar dat we gedacht hebben hier een aanbouw te maken van veel glas. Hier een doorgang te maken bij 1 of 2 van die ramen. Dan kijk je over de zwembad, dus dat is een lange vijver. En dan hier zou dan een mooi groot beeld moeten komen. Je hebt het ooit over een eigen beeld gehad, een borstbeeld van jou. Dus ja, we zouden daar prachtig kunnen staan. Het lijkt wel Paleis Het Loo, of niet? Ja, dat is ook de bedoeling. Ja, ik vind het een hartstikke mooi plan. Alleen hier een deur in de ridderzaal, dat weet ik niet. Ik denk dat je dan heel het gebouw verruineert. En vooral de binnenkant. Ja, maar dat betekent dat dit niet gemaakt kan worden zoals wij het nou getekend hebben. Hier gaan wij direct naar buiten. Maken? Ja, omdat je dan heel het verbouw verruineert. Dat moet je echt niet doen. Je moet toch altijd prioriteiten stellen en concessies doen. En ik denk dat jullie hier zoveel gaan zitten. Ik vind van jullie ook heel die zichtlijn. En misschien moet hier wel een deur in maken. Fons rolt hem op de tekening. Dan past hij handiger in die Rolls Royce. Nou, ik wens jullie een heel wijs beraad. Oh. Zag je door de hoeven? Nee, de wieltjes afgebroken. Nee. Ja, wel. En als je het dus warm bent, hè? Ja. Nee. Dat kan wel niet worden, mooi. De mijne gaan niet door de hoeven. Vrinkloot. Laat jij maar zitten, Jan, want dan gaan die andere wielen er ook nog over uit. Man, dankjewel. Hoi, doe. Als die tuin nou doorgaat, kunnen we misschien nieuwe stoelen kopen. Ja, die overval is dat Joch niet in de koude kleren gaan zitten. Maar Mark moet verder. Hij wil ook verder. Op de vakantieparken zijn alle winterinspecties nu losgebarsten. Oh, schrijf op Frans, 2 deurmatten. En die deurmat die hier binnen ligt, die is niet van ons. Frans, heeft het opgeschreven? Ja, dat hebben we. Gaatjes in de muur. Oh ja, hier. Hebben ze hier een... Wat ze gedacht hebben, ja. Ja, de lijn hangt niet goed. Ja, hier zit een gaatje in de bank. Even wachten, ja, hebben ze. Kijk, en dit snap ik nou nog niet. Waar ik? Dat hier een plafonnière gehangen. Ja. En dan hangen ze hem er schuin langs. Nou, hier lijkt wel of er hier een boze meneer is geweest. Ja, Frans, zo zie je maar weer wat er allemaal weer gebeurt in de silhouet in het seizoen, hè? Ja. Yes. Nou, volgende. Kijk, dit klopt ook niet. Wat staat hier? Even. Oh, heel strak. Geboren huisdieren. En dit? Geboren te roken. Wat staat hier op tafel? Wie verzint dat nou? Dat ziet onze schoonmaker ook. Ik ben hier ook Frans. Hier liggen weer matrassen op. Er staat een bed van 2 meter binnen, liggen een matras op van 1,80 meter. Ik snap dat niet, want de matrassen liggen er gewoon op voorraad. Hier, ah, hier is de verkeerde stoel. Dat verzint ook weer iemand. Stoelen gewoon op voorraad. Nou, Frans, volgende. Ik hoop wel dat je genoeg inkt in de pen hebt zitten. Bij zo'n kasteel horen de nodige spookverhalen, urban legends en andere horror-taferelen. Heel veel zin in een spirituele verrassing heeft Petertje niet, dus zijn vaste medium komt langs. Bianca. Nou, kom je naar binnen. Ja. Huppatee. Wat voel je nou? Beweging. Wat voel je dan hier zo? Het is wel het idee dat ik allemaal mensen op en neer zie gaan. Nou, er komen mensen uit die kamer lopen, die gaan naar een andere kamer, de andere kant. Hè? Dat de beweging heen en weer. Ja, maar... ja. Nou, Bianca is de paragnos, niet jij. Kom verder. Wat voel je hier? Ruim naar de oude sfeer. Maar dat komt ook door die gordijnen natuurlijk, die hangen er al jaren. Ja, ik ruik inderdaad ook een beetje oud, muffig zo. Vocht ruik ik ook. Wat voel je hier? Geld. Geld, ja? Ligt er nog geld? Nou, mensen die betalen hier in deze ruimte. Die werd afgerekend. Ting, 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 ting. Ook massa is kassa dan? Ja, ja. Oké. Werken de paragnost ook altijd met ruiken? Ja. Ja? Ja. Zo dus als je verkouden bent, dan kan het werk niet doen. Ik neuspray vol. Ja? En jawel, Bianca ruikt onraad. Wat ruik je hier? Hier heeft... Wil je het zeker weten? Ja? Hier heeft iemand opgebaard gestaan. Ja? Met kaarsen eromheen, ja. 7 pounds hier. Waren het toevallig platgereden eenden? Die is niet gestorven hier. Niet in deze kamer. Nee, maar wel misschien in het kasteel. In het kasteel. Wisten jullie dat? Nee. Nee? Oké. Nou, gaan we eens even verder kijken. Einde jaar. En dat is niet compleet zonder een vreedfestijn en vuurwerk. Peter heeft zijn zoontjes op pad gestuurd om wat moois te ritselen. Klap, klap. Ja. Knal, knal. Dag mevrouw. Jonge dame. Jonge dame. Een knappe jonge dame, dat is ik. Ja. Dankjewel. Boffen wij even weer vandaag. Hoe werkt dat hier? We gaan de artikelennummer opschrijven die jij ziet zitten en dan de aantal. En dan kan ik voor jullie verder helpen. Oh, dat is oké. Voor jullie te pakken. Zijn we nog te helpen? Ja, zeker. Ja. Waar hebben jullie zin in? Waar ik zin in heb, zal ik nog maar niet uitspreken. Nee, ja, waar ik zin in heb, groot en veel. Oké. En knal, sier. Nee, sier. En kan we jou niet meenemen voor de sier? Nee, dat kan helaas. Nee? Ah, nee. Dat vind ik nou jammer. Hier hebben we fonteinen en dan hebben we nog pijlen. En nog hele volledige boksen. Dat zijn volledige shows. Ja, nou, zullen we 5 van nemen? Ja, daar kunnen we af vooruit. Ja. Die gaan we dan opschrijven. 407. Ben je nou het telefoonnummer op aan het schrijven of iets anders? Nee? Nou, jammer. 15 pakketten. Oké, dan is het voor jullie €4.233, alsjeblieft. En staat daar ook dan het telefoonnummer bij jou? Of, Nee? Nou, jammer. Ik zou zeggen, veel plezier. Ja, dankjewel. Ja, goed. En wie weet zien we elkaar nog eens, hè? Wie weet. Nou, Ruud knallen het nieuwjaar uit. Ja. Toch gun ik hem een leuke vriendin. Of vriend. In Chateau Gillis schuifelt ghostbuster Bianca rond om te kijken welke spirituele gebreken dat gebouw allemaal heeft. Het valt geen reet mee. Dit kamertje, daar had ik het over. Oh jee. Wat ruik je? Dood. Ja? Dood. Dat is geen flauwekul, hoor. Dat is echt niet. Ik ben benieuwd. Het lijkt wel een schot van mijn laatste kamer. Mijn laatste? Ja, als mensen een ernstige ziekte hadden. Oké. Okay. Ja. Ligt er ook nog geld of niet? Eens even kijken. Haal ze een plank uit. Oh, kijk eens. Ja, daar zou zomaar iets in kunnen liggen. Wat is ze? Ja, alleen maar muiskeutels. Nee? Alleen maar muiskeutels. Jammer. Nou, lekker. Ja, sorry. Heb je wel gedronken dan? Nee. Waarom doe je dat dan? Als je te veel energie binnenkrijgt, dan moet dat eruit. En hoe voel je dan? Of ruik je? Ja, voelen. Dit is echt voelen. Dit is niet ruiken, dat is voelen. Zwaar. Ja? Zwaar. Ja, en dan gaat het op de maag liggen bij mij en dan moet het eruit. Nou, dankjewel. Gaan we naar beneden. Geen geld hier. Geen geld hier. De volgende. Dankjewel. Wil je iets hebben? Goed zo, dankjewel. Bianca. Doei. Er zit van alles in mijn neus. Ja, mij ook stof. Ja? I see dead people. Een spetterende nacht zal hij niet snel meemaken. Maar eentje met een hoop vuurwerk? Reken maar. En hij blijft nog even in die feeststemming. Vandaag gaat hij oliebollen uitdelen aan het personeel. Op Blauwe Meer doet hij dat samen met hoofdtechnische dienst Mark. Mark en Mark. Op het park. Dat ze allebei Mark heten is verwarrend, dus vanaf nu heet die andere Gijs. Nou, vooruit maar Gijs. Ik zie een golfkar, Mark. Even een oliebol brengen. Anders komen we maar vanavond. Spreekt ze Nederlands? Nee, dat is een probleem. Oh. Hoe zeg je nou oliebol dan in het... Wat komt ze vandaan? Polen. Oh. Hebben ze ook oliebollen? Ik weet niet, dus we gaan ontdekken. Nou, roep er eens. Mag daar. Hallo. Hallo. Oliebol. Lekker, lekker. Kom. Oh, hier, lekker, lekker. Alsjeblieft. Dank u wel. Hier, suiker erop. Suiker? Nog maar veel erop. Dank u wel. Dat is voor Happy New Year. Christmas. Oh, heel de jas onder. Dank u wel. Alsjeblieft. Smakelijk. Een paar maanden geleden kocht Peter 2 nieuwe wagens. Een nieuwe Rolls en een Ferrari. Op dat Italiaanse ding zat nog een indrukwekkende levertijd, maar die mag hij eindelijk komen ophalen. Dat levert meteen de nodige taferelen met carspotters op. Mannen, laat ze plaatsen, hè? Oh, hier staat hij al. Hé, hey, daar is ons vriendje. Oh, die ruikt de worst al. Goedemorgen. 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 Morgen. Kijk eens. Eentje, geen twee. Moet een velkje eraf, nou ja? Het is net Thijs hoe gulzig dat hij is. Grappa, kom, erin. Kom. Grappa, kom. Hop. Erin, dan even zitten. Hop, thee. Ja, die voelt zich eigenlijk al mee thuis. Hé, ga er mee. Hoe zit die? Hij zit lekker. Goed, hè? Grappa, even zijn oortjes dicht. Het is net een racewagen, of niet? Ja, dat is het ook. Ja? Ja, tuurlijk. Mark doet met Gijs een oliebollenrondje. Personeel, medewerkers, werklui. Ze krijgen allemaal zo'n riante kerstgratificatie met poedersuiker. Behalve die gast daar dan. Hij mag helemaal niet zo over die daken heen lopen, ja. Nee, dat zal iets dat. Nee, ja, ik kan dat nou maar zeggen. Joh, maar er gaan heel de caravans van kapot, Mark. Ja, maar waarom loopt hij dan over de dak heen? Jongen, 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 jongen. Kom, braaf. Marvin, you come downstairs, hè? You don't walk on that, because the wood is like this. Wat diep? En het. Hij nooit maar. Ja. En zo gaat het allemaal kapot, man. The water is coming then inside, hè? En zo gaat het allemaal kapot. Nou, kom eraf. En als je nou gelijk die emmer meeneemt die erop is dan. Marvin. Take the bucket. De bucket is upstairs, hè? Die ladder zet hij tegen die caravan aan. You have to go to André to take the stairs like this. And then you go on. Ja, natuurlijk. Maar wie stuurt hier de jongen nou aan? Ja, ik heb hem 3 keer uitgelegd en voorgeladen. Ja, als je dat dan niet begrijpt. Hier aan de oliebol, alsjeblieft. Dank je wel. Als je $500.000 uitgeeft aan een auto, dan krijg je wel een kopje koffie met iets lekkers. En deze dealer kent Peters zwakke plek. En ik denk wel 1 worstenbroodje, dat kan toch wel eentje? Worstenbroodje? Eentje. Grappa, kom hier. Nee, die niet. Ja. Nee, die niet. Kijk eens. Nee, die echt niet. Wakker. Jezus, wat een worstenbroodje. Nicole maakt zo'n foto. Ik heb nog nooit zo'n lange worstenbroodje zien. Kijk even een grap al. Ik kan dan zien hoe lang dat is. Oh, 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 oh. Nou, nog eentje. Krijg je thuis niks? Peter, dat is echt niet... Het is een ijsstukje, ja. Pas je er nog bij? Op de grond. Hé, hey, daar komt een hond weer aan. Nicole, ik zie u thuis. Fijne uiteinde. Oké, oké. Dankjewel. Hoi, doei. Tegen de toekomstige koper zeg ik... dit huis is een massagraf voor suïcidale eenden. Die beesten trekken Nicole niet... en uit pure woede is ze die dingen zelf gaan uitbroeden. Ging niet vanzelf, maar nu zijn er 4 kuikens. Hoe is het met de eendjes? Want die heb ik al een paar dagen niet meer gezien. Ik zou wel even een rondje in de tuin maken. Want ik kan me nou niet voorstellen dat ze gelijk allemaal weg zijn. Hier zal ik nooit genoeg van krijgen. Het begon dus zo. Kom om eenden-eitjes bij jou te halen. En als je eendjes uitbroedt, de eerste die zien ze altijd als mama. Dus dan ben ik benieuwd of dat ze dan wel blijven. Nee, ja, dat was ook al te verwachten. Nou is de haaks op het verhaal waar je vertelt van... oh nee, maar als ze zien dat ik er ben bij de geboorte, zien ze mij als een moeder. Ja, en... maar uiteindelijk verlaat een eend ook de moeder. Als ze groot genoeg zijn. Ja, dat blijft je vriendin, hè. Doe een jas aan, hè, want het is koud. Mark is, met andere Mark, die we, om verwarring te voorkomen, Gijs noemen... oliebollen aan het uitdelen. Kerstsfeer en zo. Blijk van waardering. En zoals dat hoort, mooie woorden. Godverdomme, ik ga midden in een drol staan. Ik heb het gevoel dat het een herder of een rottweiler was, want... het zat er van boven tot onderop. Ik heb een tip voor jullie, dat jullie moeten opletten wie zijn hond uitlaat, dat je zakjes bij hebt. Ja. Ik zit hier nou met mijn goede schoenen. Shit, zo is het. Ik weet niet of ons Nicole kijkt, maar hier leven ze dus wel. Oh, zo die ene lust denkt ook al een oliebol. Ja, wil je een paar geven? Ja, ik geef er maar een paar. We hebben er toch sap bij. Ja. Eén maar een oliebol. Hey, jong, kalm, krijgt eten. Geen hele oliebollen. Nee. Poes, 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 poes. Je bent geen poes aan het roepen, hè? Kwaak, kwaak. Hup, weg. Oliebollen vallen niet in de smaak, Mark. Nee, ik heb het in de gaten. Oh, kom maar, poes, 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 poes. Kijk, daar komen ze weer. En dan de laatste. Ja, die hoeven ze niet. Wat sukkels. Kom, we gaan verder. Ja. Casa Gillis is een oase van rust. Eenden dood, vissen dood. En de kuikens die Nicole hoogst persoonlijk heeft uitgebroed... niks. Zijn pleiten. Nicole, wat zijn nou die eenden? Ja, weet ik veel. Oh, hier hebben ze wel gezeten, daar zie je. Nicole. Ja? Hier is te doen. Je loopt als een ooievaar. Ja. Ik wil niet dat mijn schoenen helemaal zeiknat zijn dadelijk. Ja, maar die zijn al nat. En ik krijg er ook koude voeten van. Met die kakschoenen. Hou op, daar word ik er scheidsziek van. Dat je met die dure schoenen hier nou in de tuin loopt, dat snap ik sowieso niet. Je moet de laars aan doen. Kijk eens even erachter, ik denk dat ik daar iets hoor. Nee, ik denk het niet. Nee, er zit niks. Ja, wel, kijk eens even. Loop toch af om in die bossen even, man. Waarom? Ja, zijn jou in. Ik heb toch geen zin om in die bossen te lopen, joh. Ga zelf die bossen zitten. Nee, er zit hier niks. Denk meer daarachter. Nee, daar kan ik niet bij. Er ligt wel overal eendenpoep hier. Ja, die zitten daar, ik hoor ze toch? Hier ligt eendenpoep. Meer naar rechts. Hier, Nicole. Hier kan de berg oplopen. Ja, hier ligt wel overal poep ook. Ja? Ja. Gewoon catastrofe. Nieuwe broedmachine, een broedlamp, van alles gekocht. Een hoop poep binnen op de vloerbedekking. Nee, project niet geslaagd. En één de weg. Ik ga naar binnen. Kijk jij nog maar even verder. De oliebollenactie. Mark en Gijs proberen die rotzooi te slijten en het enige wat Mark eraan overhield is een gore schoen vol stront. Kijk, kan we hier mijn schoenen even afspuiten? Er zit er hoge druk op dan, want volgens mij zit het muur vast. Ja. Schijmers afspuiten, Mark. En niet dat mijn andere... Dat kan me nat hoor. Ja, dan krijg ik een strontdouche. Ja, dat zal wel. En jij liever als ik. Ik moet duim erop houden. En meer druk had. Ja, kom eens hier. Kan een beetje. Hop, hier, hoge druk. Zo. Kijk eens, alsof je een nieuwe schoen hebt, man. Nou, nieuw, maar wel nat. Maar liever nat dan in die stank zetten. Peter heeft Valkenburg geannexeerd en om zijn onderdanen een beetje te leren kennen, bezoekt hij nu de plaatselijke kerstmarkt. Verbroederen met de lokalo's. Dan krijgen die mensen ook alvast tijd om aan Nicole te wennen. Schön, hè? Dank wel. Nicole, nog een slip? Nee, dank u. Nee, schat, tegen de tijd dat ik daar moet gaan trekken, dan trek ik liever niks meer aan. Hoezo? Hou op. Dag meneer. Allemaal van die corrigerende hempjes en slipjes, dat heb ik echt niet nodig. Nee? Nee. Ah, oké. Okay. Misschien over 10 jaar dat we terugkomen. Nou. Oh, dit vind ik echt heel leuk, schat. Ja? Ja. Vind je dat niet leuk? Ik zie er niks in. Ja, Peter ziet sowieso niks in decoratie, dus je hebt ook niet. Nee, niet zo'n ding, joh. Hou op. Het is toch kei leuk? Kijk nou hoe schattig. Nee, maar er zit een snoer aan, dat kost weer stroom. Ja, dat geeft toch niks? Nee, je hoeft niet af te rekenen na iedere maand. Ja, hoop eens op. Eerst de een duit broeder een hoop stroom en dan weer zo'n stroomvreter in huis. Kijken verder. Ik heb honger. Hebben ze hier ook etensteentjes of niet? We hebben geen worstenbroodjes, maar die krijgen van een worstensteense broodje. Ja, ik heb zo'n honger. Loop maar gelijk mee. Huppatee. Ja. Wel warm, hè? Dat is gezellig hier. Ja, kijk eens aan. Oh, kijk eens aan, jongens. Dankjewel. Kom er rechts bij zitten. En niks tegen Dick zeggen, hè? Want dat mag hij niet weten, snap je? Ja, nee. España, olé! Vrienden van het huis Mieke en Johnny overwinteren hier al jaren. En sinds dit jaar hebben de ouders van Nicole hier ook een appartement. Vanavond zijn ze uitgenodigd voor het kerstdiner en dan kom je niet met lege handen aan. Waar houden Niels en Hennie eigenlijk van? Ik denk een wijntje. Niels, die drinkt graag een pintje. Ja, maar ook een wijntje, denk ik. Dat lusten die eigenlijk ook wel. Ja, maar je moet oppassen, hè. Ja? Want Hennie lust geen zwarte chocolade. Of wel? Nee, dat is geen zwart. Dat is melk. Hier, zo zijn koekjes, perlin. Dat zijn beschuiten. Ja, dat zijn... Oh, hier, Johnny. Hier zijn dinges. Hier is de wijn. Je moet zorgen dat we... Een zoet wijntje hebben. Hennie houdt van een beetje zoet. Wat is dat? Whisky en pitasse. Nee, dan worden ze te zat. Een zoet wijntje. Hoe heet dat hier? Jij kent toch Spaans, Johnny? Hoe heet dat? Wat? Een zoet wijntje. Vino con azúcar. Heet dat zo? Ja, nee. Hoe ziet je dat dat zoet is? Ja, weet ik niet. Un vino con azúcar. Dulce. Dulce. Dulce heet dat. Vino dulce. Dulce. Oh, dulce. Dulce, ja. Hier, dat is Moscatel. Dat is heel goede wijn. Ah, oké. Moscatel Castillo de Peniscoja. Ja, dat is goed. Maar 15% is er niet wat veel voor mij? Nee, dat is goed zo. Dat slaat hem goed. In Valkenburg houden ze van gezelligheid, drinken en eten. Dat is precies de reden waarom Peter Valkenburg heeft gekocht. Het bevalt hem wel. Hallo! Leuk stukje wasproeven. Oh, gratis proeven. Nou, ik stel voor dat ik ze allemaal een keer keur. Nou, probeer maar. Ik heb genoeg. Nou, ik zie het. Is deze peper? Dat is peper. En dit? Pikant. Dat is lekker. Ja? Dat is ook lekker. Lekker? Die vind ik lekker. Die pikant, hè? Ja. Die vind ik ook lekker. Die. Ja, dat is lekker. Rood. En welke waren nog meer? Peper? Weet je wat? Doe ze allemaal maar, jongen. Doe ze allemaal? Ja. Dat is lekker. Deze worstel vind ik lekker. Die zijn wat dikker. Ja, maar dat snap ik. Die kool vindt deze lekker, want die zijn dikker. Lijkt wel ergens op, of niet? Vind je? Ah, oké. Nou, ga je een keer kijken, jongen. Ik wil zo'n walnoot, zo'n blauw schimmelkaas en doe maar die 5 pepers. Dit is echt lekker. Dit is ook light, of niet? Nou, nog eentje en dan... Nou, wel lekker, hoor. 46. 46, nou. Ik zal 40 geven en een gratis worstje erbij en dan is het klaar. Oké. Okay. Ik vind het wel lekker, hoor. Kijk. Is dit kaartje erin, vriend? Alles zit erbij. Dus ik dankjewel. Pak me gauw deze, want de paarden maakt niet zoveel uit. Heel veel plezier in Valkenburg. Dankjewel. Houdoe. Doei. Kerst, de mooiste tijd van het jaar. Met kaarsjes, lelijke truien en familieruzies. En natuurlijk een hoop drank. Ons Mark is op pad gestuurd om wat extra over de top versiering te kopen voor Casa Gillis. Kan nooit te veel worden. Ik kan er maar net bij. Hoe is het? Goed, ga met jou? Goed, jongen. Wat ben je naar op zoek, Mark? Op mijn pap thuis staat al een kerstboom van 12 meter. En dat, ik denk, 7 echte bomen. Nee, meer. En nog meer bomen, een kerststal. En er komen nog opblaasdingen bij. En het moet alleen maar meer, hoor. Ja. Ik heb hier iets leuks, Mark. Dit hier. Oh, met die rode strik. Ja, dat met die rode strik. Die heb mooi, ik nog... we hebben bijna alles in rood. Allemaal rode ballen, rode strikjes en zo. Dat past al. Ja, dat is toch leuk? Die heb ik nog een stuk of... Die heb ik nog 6 staan. Die hebben we een hoop weggezet al, maar die heb ik nog een stuk of 6 heb ik die staan. Ja. Kunnen we die leveren? Ik denk dat het op Foxwild voor wordt. Dat is altijd de reactie afwachten. Maar ja, dat is wel leuk zo met de strikken. Ja. Ik zal even overleggen met de planning, maar wij gaan dat vanmiddag leveren. Hoe het ook moet, dat komt dik voor elkaar. Naast die treurige oliebollen krijgt het personeel een kerstpakket. Mark en zijn stiefmoeder hebben dat samengesteld en nu moeten ze die handel inpakken. Hoeveel van die koffers moeten we inpakken, Nicole? Dat zijn er 320, Ruud. Ik heb 320 koffers. Nou jongens, ik heb hier het prototype koffer bij. Hier heb ik alles in gepast en gemeten, zodat ik zeker weet dat het past. Ik weet precies hoe het erin moet. Nou, het is fijn dat jij weet hoe het precies ingelaaien moet, hoor. En dan zullen wij de spullen klaarzetten en dan kan jij ze inlaaien. Nee, maar dan doen we dan vraag naar niks. Nou, schiet al op eens niet. Ja, we zijn druk bezig. Zitten er allemaal volle dozen? Nee, dat zijn dozen van de koffers. Nou, dan even kijken. Dan kunnen we die spelletjes alvast hier onderin leggen, aan de andere kant. Ja. Kijk, maar hier ligt het dan niet goed. Kijk, want hier ligt het boven en hier ligt het beneden. Ja, dat maakt niet uit. Dat wissel ik straks wel als de rest van de potjes erbij komt. Nicole, wat mag er nog in? Hier dat... Nee, Nicole. Zo dus. Wat kan ik nog doen? Wat kan jij nog doen? Is het zo of zo erin, Nicole? Jongen, ik zal één ding zeggen. Er zit geen structuur in hier. Nee. Dat werkt zo toch niet dan? Nicole, ik ben bijna klaar met deze. Wat kan er hierna in? Dat vind ik ook als hier die koffers terug in moeten. Kijk, die dozen zijn al van koezeroen, snap je? Je moet gewoon een scherp stellingmesje hebben waar je alles mee opensnijdt. Je zit er ook allemaal te trekken aan de plastic. Dat is geen geoliede machine hier, hè? Dan loopt het allemaal door elkaar heen. Dat zijn mijn geleerd. Als jij nou eens gewoon buiten in je eigen geoliede machine gaat zitten. Ja, maar dat is allemaal geoliede buiten. Ik ben me niet bang. Nicole, wat kan ik nog doen? Jij. Naar huis gaan. Mieke en Johnny zijn gisteren aangekomen en uitgenodigd voor het kerstdiner in het nieuwe appartement van Hennie en Niels. De bel! Volk! Hey! Hey, meisje! Hoe is het? Kom erin, jongens! Hallo! Hey, je hebt een dekens meegenomen. Ja, je bent lief. Kijk eens wat kon. Dat is een heel gemeente, dat is geen kerstdorp meer. Hè? Nee, maar dat is gemeente Toverweg. Een heel gemeente, ja, dat is een stad. Jongen, jongen, jongen. Ja. Mooi. Ik heb een klein cadeautje voor jullie meegebracht. Dit heb ik voor jou meegebracht. Oké. Ter welke heiligen is dat? Voor Kerstmis. Voor Kerstmis? Dit is voor jou. Dat is leuk. Dat lust niet. Oh. Goed, dat lust niet. Dat is lekker. Ja, dat weet ik. Dat is Spaans wijn, hè? Nog meer. Oh, dankjewel. Jongens, ik zie hier nou die sneeuwdekens liggen, hè? Zouden jullie die met z'n tweeën even voor mij nog daar aan kunnen maken? Dan is dat allemaal compleet. Dan neem ik jou even mee naar de keuken voor mijn kalkoen. Ja, we zullen toch spijkers moeten pakken? Nee, ik heb een niet-machine. Niet-machine? Ja, een niet-machine. In Huizen Gillis zijn ze al sinds september bezig met de kerstversiering. Kosten nog kijker worden gespaard. Een Duitse kerstmarkt is er niks bij. En de tortelduifjes zijn nog steeds bezig. Aan het einde van het pad? Ja. Hadden wij die andere meenemen, hè? Ja. Ja, dat is goed. Doe ik net het titularenpad. Huppatee. Zo had ik hem voorzien, ja. Ik denk dat is wel leuk. Je broodjekop, die ligt er al af. Ja. Zeg, je liep er net mee op die zwaar is, pap. Nee. Dat had je geen ding gedaan, toch? Nee, buiten het pad. Ja, hier. Ja. Of zo in het begin. Misschien gaan we ze beter daar zetten, bij de voordeur. Of in de tuin. Dat kan ook. Of je kan ze ook hier in de tuin zetten, dat kan ook. Nou, ik denk daarvoor, ik denk bij de voordeur. Huppatee. Ja, dat is ook leuk, ja. Zo staat het mooier. Nou, mooi toch? Mooi, hè? Happy Christmas, hè? Zeker. Hennie heeft wat met kerst. En voor het diner heeft ze een kalkoen met de draaicirkel van een flatgebouw gekocht. Ga jij mij even een beetje helpen? Want dat ding dat is wel zo in, mens, loeigroot. Ik heb me eigenlijk een beetje vergist. Wat ligt daarin? Pruimen. Pruimen. Dat is voor de smaak. Zuchtig, hè? Dat gaat wel, 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 dat gaat niet. Hij is kort. Oh my god! 7,7 kilo. Mieke, omhoog tillen en dan wip ik hem om. Wip geen maar om, ja. Verdamme, hij is heet. Ik vat hem maar bij zijn vleugeltje, dan kan ik hem aanduwen. Hij breekt eruit. Ah, waanzinnig. Hij breekt. Kijk, daar gaat hij. Wat zit daarin? Hier, de lever. Maar hier? Waar? Fruit, Mieke. Is heet? Ja, dan weet ik dat hij heet. Dat zijn abrikoosjes. Oh. Gadverdamme, is dat krent zwaar. Ik doe hem boven vast niet, hè. En dat doe ik niet. Nou wel. Zie je? En dan val ik hem daar mooi zo naar binnen. Sneeuw in Spanje. Kopper. Dat maakt nogal een herrie, dat ding, hè? Ja, dat maakt een herrie, ja. Godverdomme. Ik ben er allemaal gek van. Leuk, hè? Ah, daar komen de bomen aan. Kijk. Ons Mark heeft nog wat extra boompjes geritseld voor de zekerheid. Dat zijn wel mooie, maat. Ja. Dat is een stevige pot. Kijk. Joehoe! Die zijn toch leuk? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hij is wel leuk, of niet? Leuk, hè? Huppatee. In Spanje zijn de straten uitgestorven. Kerst is hier nogal een gedoetje, dus Hennie is helemaal in haar element. Samen met Niels, Mieke en Johnny kan ze bijna aan tafel. Niels, zou jij met Johnny samen de tafel willen gaan dekken binnen? Dan gaan Mieke en ik het voorgerecht klaarmaken. Kaarsjes aansteken, servetjes op tafel. Met de puntjes zo en niet de puntjes zo, want dat is niet mooi. Capiche. Capiche? Ja, capiche? Wijnglazen of champagneglazen? Doe maar vast om te beginnen wijnglazen. Ja? Proost. Ja. Lekker af. Nog. Heerlijk. Nou, dat kan precies wel, hè. Hartstikke. Huize Gillis is de familie compleet. De kersverse moeder Inge en hubby Erik zijn ook van de partij. En er is voldoende sfeer en beleving. Kijk, dat was dat mooi, of niet? Ja, echt wel. Dat is wel mooi, of niet? Echt, hè? Heel mooi. Zo is het mooi. Kijk maar nou zo eigenlijk die dingen in de weg hier, Nicole. Wat? Kijk, die bloempot. Ja, die moet misschien een beetje deze kant hebben. Kijk, maar je moet ook s'avonds de kerst al kunnen zien. Ja. Kijk, dat ziet er zo niet. Dus ik weet niet wie dat verzonnen heeft om daar dat ding weg te zetten. Ja, die moet hier rijk denken ergens bij de poort komen. Ja, hier een stukje deze kant in. Kijk, dat is natuurlijk de bedoeling is mensen s'avonds hier langs wandelen. Want dan gaan ze allemaal doen. Ah, nee, hier kan ik hem wel zien. Kijk. Ja, hier kun je er echt wel in kijken. Ja, nee, kijk, hier ziet het goed. Vind je het wel mooi zo? Ja. Echt wel. Nou, dan gaan we een borreltje drinken. Ja. Ja. Kijk, moet hem aansnijden. Ik heb ze mee. Hier. Oeh. Ja, dat doen we, dat ziet er lekker uit, hè? Hij blijft hangen, Johnny. Kom maar. Ik probeer hem te kiepen. Ja. Oké. Okay. Kiep die game maar. Hoppatee. Gelukkig niet in de kerstboom. Nou, proost op het oude jaar en op het nieuwe jaar. Ja. En op de kerst. Proost. En alle mooie momenten, hè? Ja, lekker hoor. Op het boek, op Valkenburg. Lucas. Bewogen jaar. Ja. Bewogen jaar, inderdaad. Even wat minder dingen van onze markt natuurlijk, met de overval. Nou. Ik denk dat ik wel 500 kaartjes heb gehad en dan loopt bloemen, dus dat doet me dan berichten online. Heel Nederland en België leven mee. Je hebt op 7 uur in de oven gestaan. Dat is toch zat, of niet? Dat denk ik. Kijk. Nou. Proost. 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 Hartstikke op de kerst van 2021. Feliz Navidad. Nee, we hadden zo zitten bedenken om het jaar toch een beetje positief af te sluiten. Om een dagje of 4 naar Winterberg te gaan. Hè? Misschien met een sneeuwscooter. S'avonds hebben ze er allerlei feestjes en zo. Afreskiën. Ja, dat vind ik gezellig, dat vind ik fijn. Op de slee. Dat is het allemaal heel goed. Nicole mag ook mee. Huh? Oké, perfect wel. Ja, ik vind het wel een mooi momentje, even met de familie bij elkaar. Proost, proost. Ja. Volgende keer in Massa's Casa neemt de multimiljonair de hele familie en Nicole mee voor een gezellige sneeuwvakantie en de drama's beginnen bij het inpakken. En wat is dit hier? Dat zijn sneeuwschoenen, dat je niet omvalt in de sneeuw. Omvalt? Ja, omvalt. Ons Mark rodelt met een bescheiden snelheid van de berg. Eindelijk zien we dat manneke weer eens genieten. Er zit allemaal geen stuur op de dingen. Wat een kutsel, ja. Klopt. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Tot de volgende keer. Houdoe.